Assalamu alaikum, vrede zij met jullie. Vandaag een korte impressie over het vasten buiten de Ramadan. We hebben het de hele tijd gehad over het vasten in de Ramadan, maar vandaag het vasten buiten de Ramadan. Nou kan iemand zich natuurlijk afvragen, waarom vasten moslims ook buiten de Ramadan? We begrijpen dat de Ramadan verplicht is, maar waarom ook buiten de Ramadan? Nou, er kunnen meerdere redenen voor zijn. Eén reden bijvoorbeeld is het inhalen van dagen die je gemist hebt in de Ramadan. Zo zijn er bijvoorbeeld uitzonderingen voor mensen tijdens de Ramadan die bijvoorbeeld aan het reizen zijn, die ziek zijn, een vrouw die zwanger is. Die categorie mensen hoeft niet te vasten in de Ramadan, maar moet die dagen wel op een later tijdstip inhalen als ze daartoe in staat zijn, uiteraard. Daarnaast kan het ook met een aanbevolen daad van aanbidding te maken hebben. Dus niet een verplichte zaak zoals de Ramadan, maar aanbevolen. Zo heeft de profeet Mohammed, vrede zijn met hem, elke maandag en elke donderdag van iedere week dus gevast. En hij heeft ons ook aanbevolen om dat te doen. Maar het is niet een verplichte zaak. Maar als je het doet, dan word je wel extra beloond door Allah, de schepper van de hemelen en de aarde. Dus het vasten buiten de Ramadan kan dus te maken hebben met een verplichting. En het kan te maken hebben met een aanbevolen daad. Dat was een korte impressie over het vasten buiten de Ramadan.